In 1947 schreef de grote Amerikaanse politicoloog James Burnham de klassieker The Managerial Revolution. Hij voorzag een ontwikkeling die zich in alle westerse landen zou gaan voltrekken. Visionair boek. Waarin de managers steeds meer de macht zouden grijpen. En de democratieën zoals die in de 19e eeuw tot ontstaan waren gekomen. Geleidelijk aan, weliswaar nog steeds formeel zouden blijven bestaan. Maar geleidelijk aan feitelijk uitgehold zouden raken. Door fusies, door steeds grotere bestuurlijke conglomeraten. En dat is precies wat wij vandaag de dag op alle niveaus terug zien komen. Multinationals die in feite gefuseerd zijn, of quasi gefuseerd zijn met hele grote bestuurlijke lichamen. Dus big business en big government blijken hand in hand te gaan. Waardoor het midden- en kleinbedrijf wordt uitgehold. Gemeentes die alsmaar gefuseerd moeten worden, waardoor de lokale democratie uitgehold raakt. Continentale besturen, zoals de Europese Unie, waardoor de nationale soevereiniteit uitgehold raakt. En wat we vandaag zien is een zoveelste elementje in dat grote patroon dat zich aan het voltrekken is, waarbij wij, de burgers, de gewone mensen in onze landen, steeds minder greep krijgen op hun leven. En zij, de mensen die managen, de mensen die vanuit PowerPoint-presentaties denken, een steeds grotere greep over ons leven krijgen. We moeten hier tegen zijn. We moeten dit niet willen. We moeten weerstand bieden aan deze geleidelijke ontheemding en onteigening die zich voor onze ogen voltrekt. Net langzaam genoeg om elke keer weer toch maar weer geaccepteerd te worden. Maar snel genoeg om ons nog in ons leven, in onze levensduur, volledig machteloos en buitenspel te zetten van ons eigen leven. Stem hiertegen.